David Klerkschrijvel, je begon super vandaag en op het einde ging het toch nog mis. Ja, klopt. Je begon de ronde met 4 birdies in je eerste 8 holes. Kan je daar iets meer over vertellen? Ik speelde redelijk goed. Ik zocht mijn driver wat beter, dus toen lag ik wat dichter bij de greens elke keer. Dus ik had minder club naar binnen. Ik denk dat ik na een week met de wind spelen het een beetje door had. Dus het was veel beter. En ik maak gewoon een paar goede putts. En daarna ging het eigenlijk ook nog wel goed. Maar als je in de bunker ligt, dan kan je er niet zoveel mee. Dus toen... Maak ik jammer genoeg een 3-put en daarna nog een 3-put. En op 17 verkeerde club, dus dan ga je naar de road. Ja, want je lag op 17 lag je inderdaad tegen het muurtje aan zo ongeveer. En je kon alleen opzij? Ja, ik kon alleen opzij. Je kan geen swing maken. Dus dan doe je gewoon een gesloten clubface en je maakt een soort van chip. En dan hoop je dat die links afgaat. Dat deed hij wel, maar ja, dan ben je nog steeds ver van de green. Dus het is gewoon een beetje jammer. In principe een 73 vandaag, 1 over par. In de omstandigheden, het waait ook wel weer redelijk. Helemaal geen slechte score. Maar hoe kijk je nu terug op deze ronde? Nou, het is gewoon slecht. Ik bedoel, ik speel gewoon hartstikke goed. En ik sla een slechte bal en maak daardoor een dubbel. En dan maak ik daarna nog een 3-put. En gewoon een verkeerde club. Dus ja, je bent gewoon lekker aan het spelen. En dan... Je moet gewoon, 2-3 ronden maken. Dan is het prima. En dat doe ik niet, dus het is gewoon kut. Wel weer de kut gehaald in een major. Kijk je dan toch nog enigszins met een goed gevoel terug op het toernooi? Of is het nu vooral gewoon balen van die laatste ronde? Het is gewoon balen hoe ik de derde ronde en vandaag de derde ronde in het begin heb gespeeld. En nu gefinished. Ik bedoel, het had gewoon beter gekund. Het is wel mooi dat je de kut haalt op een major. Dat is altijd mooi, maar op zich, dat had beter gekund. Dus het is wel teleurstelling, ja. Okay. Wat staat er nu op het programma? Wanneer ga je weer naar huis of vlieg je weer door naar Amerika? Morgen gewoon terug naar huis in Diepeveen. En dan dinsdag ga ik naar Amerika. Okay. Volgende toernooi is? Canada. Canadees Open. Veel succes. Dankjewel.